Welkom bij Keuken van Utrecht, het programma over streekproducten en landleven. Van trekken rijden tot de leukste stadsmoestuin. En van patrijzen tellen tot koeien melken. Ook ontmoet ik streekgenoten met inspirerende ideeën. Mooie initiatieven om het platteland te verrijken en om stukjes platteland naar de stad te brengen. In deze aflevering ga ik in Leusden een moestuin klaarmaken met schoolkinderen. En daar ben je nu. Oh ja, ik zie het. Drink ik een speciaal bier met een 500 jaar oude handelsman in Veenendaal. Geweldig, lekker biertje, fris. En ga ik in Werkhoven asperges steken voor mijn gerecht van de maand. Ja, nou heb ik me afgebroken. Oh, in de maand mei ga ik aspergesoep maken. Maar nu denk je, asperges die komen toch alleen maar voor in Brabant en Limburg? Nee, we hebben ze ook in onze provincie. Zoals bijvoorbeeld in Werkhoven. Parel van het land, het witte goud, de koningin van de groenten. Ik heb het natuurlijk over asperges. En als je denkt dat we die alleen maar in Limburg hebben, dan heb je het helemaal mis. Welkom in de Kromme Rijnstreek met asperges. Fruitteler Wim Oskam houdt van uitdagingen. Kersen, aardbeien, appels en peren, die had hij al. Hij vond het tijd voor iets nieuws. Ja, toen was ik een paar keer in Limburg geweest. En toen zag ik allemaal van die zwarte plastic dingen. En toen dacht ik, ja, wat die Limburgers kunnen, dat kan ik ook. En dan heb ik iets wat de meeste mensen in Utrecht niet hebben. En dat zijn asperges. Want we hebben het steeds over Limburg, maar waarom is het daar dat het dan wel kan? En dat het hier in Utrecht minder logisch is om asperges te telen? Nou, wij hebben natuurlijk eigenlijk hele goede grond. Alleen dat is een kleiachtige grond. Mm-hmm. En dat is hele beste grond om in te groeien. Maar om in te werken is dat wat lastig. Dus een asperge die moet ook snel en recht omhoog groeien. Nou, met losse, zanderige grond gaat dat goed. Ja. Met kleigrond, ja, dan stoot hij zijn hoofd, bij wijze van spreken. Ja. En dan is de asperge krom en dan is het niet goed. Doordat 45 jaar geleden het vruchtbare slik uit de Kromme Rijn is gehaald en op het land van Wim is gekomen, is het voor hem mogelijk om asperges op zijn land te telen. Ik zie daar al een puntje. Oh, prachtig. Oh, en hier een heel klein kopje. Ja, die gaat vandaag mee, ja. Want morgen is die nog 7, 8 centimeter groter en dan is die weer te groot, hè. Een paar centimeter in de dagtijd? Ja, ik denk dat ze nu, met deze temperatuur, groeien ze zeker 8 centimeter. Maar als het zometeen warm is, dan kunnen ze nog wel harder groeien. Dan kunnen ze wel 12 centimeter op één dag. Wauw. Dat is onvoorstelbaar. Dan, tijd om te steken. Medewerker Herman Geurtsen legt mij precies uit hoe dat moet. En dan hier beneden? Nou, steek je al verkeerd. Oh, altijd eerst omhoog. Ja? Zo. Als je hem nu uurtje kantelt en je steekt, ja? Moet je met die hand dat speciaal vasthouden. Ja? Ja, nou heb ik hem afgebroken. Oh. Maar gauw vergeten. Volgende. De volgende. Niks gebeurt. Een beetje weer dicht zit. Niks aan de hand. Dit valt vies tegen. Ik dacht dat het veel makkelijker zou zijn. Als je hem hier doet, ja? Je gaat naar beneden toe, dan zit je weer te ondiep. Ja. Dus altijd zo. Rust, nee. Trek me gewoon naar boven. Je hebt weer afgebroken. Nou, nog één poging dan, anders geef ik het op. Ja! Mijn eerste asperge! Prima scheepsrecht. Ik heb heel hard gewerkt, maar ik heb de eerste ingrediënten voor mijn soep. Asperges. Ik heb er nu al zin in. Ik had niet verwacht dat asperges steken zo'n precair en nauwkeurig werk is. Zo zie je maar, je bent nooit te oud om te leren. Of te jong, zoals in Leusden. Daar leren kinderen van basisschool De Holm, waar hun eten vandaan komt, door hun eigen groenten te kweken. Bij Natuurcentrum De Groene Belevenis in Leusden worden lessen en workshops gegeven waarbij het beleven van natuur, milieu, duurzaamheid en techniek centraal staan. Hebben jullie er zin in? Ja! Vandaag komt groep 6 van basisschool De Holm op bezoek. Op het menu staan het zaaien en planten van bietjes, spinazie, wortels, radijzen en tomaten. Ervaring leert dat als kinderen echt betrokken worden bij het zaaien van groenten, dat ze het ook echt lekkerder gaan vinden. Dit is natuurlijk fantastisch dat ze dat hier doen met de school. Hier moet je nog een beetje. Ja?
en daar een beetje nieuw. Oh ja, ik zie het. Ik wist eerst nog niet dat je dit noemde, dan moest allemaal nog moest doen. En waar dacht je dan vroeger hoe de groenten groeiden dan? Nou, ik dacht eerst dat het gewoon één zaad gewoon erin ging en dan was het klaar. Waarom bieden jullie dit eigenlijk aan in scholen? Ja, omdat we het gewoon belangrijk vinden dat kinderen leren waar hun eten vandaan komt. Het is sowieso een goede manier om het met kinderen op te pakken. Je kan kinderen vanuit boekjes leren hoe groentes groeien. Maar door het zelf te doen, leren ze gewoon veel meer. Ze zitten gewoon lekker met hun handen in de grond. Dat is sowieso fijn, even uit de klasruimte. En ze raken anders verbonden ook, vinden we zelf, met de groenten. Ze gaan het echt waarderen dus? Ze gaan het waarderen, omdat er eigenlijk zoveel werk in heeft gezeten. Je merkt het ook als kinderen komen, van zijn mijn plantjes al opgekookt? En ja, kinderen krijgen daar gewoon echt een andere blik op het proces. Maar ook op het voedsel zelf. Zo verdeel je je vier dingen. Petra is nu aan het uitleggen hoe ze hun eigen stuk grond in verschillende delen kunnen verdelen, zodat ze daar de verschillende groenten in kunnen zaaien. Dit is wat het moet gaan worden. Nou ja, dat zijn dus nu die kleine zaadjes. Moet je ze onder de grond stoppen of moet je ze dan moet ze ietsje onder de grond stoppen? Met de vinger erin? Zo? Dit zijn er vier. En die mag wat dieper, of niet? Behalve de kinderen stoort ook juf Nienke zich met volle overgave op de moestuin. Jullie zijn nu al 2 weken bezig. Dit is de 2e week. Merk je op school reacties? Gaat het leven? Jawel, dat gaat wel zeker leven. De kinderen komen ook zelf met zaden. Mogen we dit meenemen en zaaien en dat soort dingen. Dus dat is gewoon heel erg leuk dat we daar zo mee bezig kunnen zijn. In juli wordt er geoogst en dan zijn wij van Keuken van Utrecht er ook weer bij. Het verhaal dat een Belg aan de wieg staat van het Veenendaal van nu is niet echt bekend. Toch wordt Antwerpenaar Gilbert van Schoonbeke gezien als de man die een grote rol heeft gespeeld bij het grote worden van Veenendaal. Tenminste, zo gaat de mythe. Nu, 500 jaar later, wordt dat groots gevierd met het Gilbertjaar. Maar Gilbert bracht meer naar Veenendaal dan alleen maar kennis. Ik ben dus vandaag in Veenendaal en volgens diezelfde mythe heeft Gilbert ook voor iets anders gezorgd. Voor bier. Vanwege het Gilbertjaar is er een speciaal Gilbertbier gebrouwen door Glenn van der Velde. Ondergisting, bovengisting, mouten, zetmeel, hop, uitgevlokte eiwitten, het duizelt mij nu al. Terwijl ik tegenwoordig boeken kan raadplegen of het op internet kan opzoeken. Maar hoe wisten ze dit dan 500 jaar geleden? Niet tot nauwelijks. Het is heel lang mysterieus geweest hoe bier gemaakt werd. Men zegt dat het eerst ontstaan is uit een brood wat nat geworden is, waardoor de gist ingevlogen is, waardoor het is gaan fermenteren. Om ons heen zit nu gist, bij jou thuis ook. Als je maar lang genoeg wacht, dan fladdert die gist uiteindelijk in je bier. Zo kan je ook spontaan vergist. Dus als we een bier maken en we zetten die buiten, krijg je het einde van de rit ook bier. Alleen we kunnen dan niet kiezen welke gist we gebruiken. Dus dat wisten ze vroeger niet, maar ze waren lang blij dat het bier uitkwam. Een van de belangrijkste ingrediënten van bier is mout. En je hebt dat in vele soorten en maten. Dus hier slaan we alle mouten op. Dit is een pilsmout. Ja. En die is eigenlijk gewoon knapperig, gezien heel veel expressieve smaak aan. Oh ja, knapperig en heel zoet is dit. Ja. En we hebben een chocolademout. Dat is ook echt een hele donkere, je ruikt het ook al. Smaakt dat naar chocola? In de verte wel. Dus als je goed je best doet. En nu ben je natuurlijk een heel klein beetje bevooroordeeld dat je chocola gaat proeven. Ja. Maar dat is wel een toets die je gaat merken. Oeh, bitter. Ja. Is wel een... Veel smaakvoller, maar wel gevaarlijker. 98% cacao. Ja. Een restproduct van bierbrouwen is bostel. Omdat het zeer eiwit- en energierijk is, wordt het gebruikt als veevoer. Maar tijdens het Gilbertjaar niet in Veenendaal. Dus we hebben hier een brood liggen van de bakkerij hier uit het dorp, Haverland. Die hebben ook voor het Gilbertjaar een bostelbrood gemaakt. Kijk. En het bostel van het bier wordt dus in het brood verwerkt. En er wordt ook nog echt bier aan toegevoegd. Dus je krijgt de smaak van de bostel en van het bier. Dus ze zetten hier 2 keer van het bier eigenlijk in het brood? Eigenlijk 3 keer. Dus we hebben de bostel, we hebben het bier zelf, maar ook de gist. Dus normaal voegt een bakker gist toe, bakkersgist. Alleen omdat wij hergist op fles, gaat dat gist hier ook weer zijn biergist doen. Dus er zit geen bakkersgist in. Deze wordt vergist met het gist van het bier. Van
Al dat gepraat over bier krijg ik dorst. De plek daarvoor is het maandelijkse Gilbert Café. Hier wordt het speciale Gilbert bier geïntroduceerd aan de inwoners van Veenendaal. Maar eerst wil ik weten hoe het bosselbrood smaakt. Dat is het brood dat Glenn mij in de brouwerij liet zien. Ik ga proeven. Echt lekker. Ja, mooi bijt en de krokante kop. Ja, echt die korst is echt heel goed. Voedzaam, smaakvol. En anders gaat het naar de varkens of de koeien. Dus ja, je kan er beter brood van maken. Ja, geen food waste. Absoluut niet. Super lekker. Echt een heel goed idee. En dan is het tijd voor het bieroordeel. Hij smaakt goed. Hij is niet heel zwaar. Zijn de botten lekker weg eigenlijk. Ja, ik vind hem heel, wel wat pittiger, maar ook, er zit ook wel een frisse kant aan. Dus hij smaakt mij wel goed. Wat maakt hem anders dan anders? Je proeft de turf er bijna door, hè? Ja, lekker, dat hè? Is echt... Maar het maakt hem wel wat zwaarder. Ja, het is een pittig biertje. Geschiedenis kan best vermakelijk zijn en ik snap nu wel wat ze bedoelen met leven in de brouwerij. Ik ga nog even naar binnen. In onze provincie is wekelijks van alles te doen. Daarom hebben wij de Keuken van Utrecht agenda. Het eerste ingrediënt heb ik, asperges. Volgende week ga ik op zoek naar andere ingrediënten voor mijn gerecht. Oh, en ik vind wel een heel bijzonder exotisch fruit in de provincie. Kiwi, tot volgende week!